Dino Sorel was de next big catch na Willem Holleder. Hij wordt gezien als een van de allergrootste in de Nederlandse onderwereld. Tenminste, zo is hij door justitie gepresenteerd. En hij heeft jarenlang op de lijst gestaan van Most Wanted. En uiteindelijk is hij na een hele lange tijd opgepakt, is hij opgespoord in Amsterdam en gearresteerd op de Rozengracht. En dat is met heel veel vertoon gegaan. Nou, kijk, die Cotton Club, daar heeft hij een heel klein aandeel in gehad. Hij heeft het, aanvankelijk heeft hij het samen bezeten met zijn halfzus. De cliënt heeft daar in het verleden ook een rol gespeeld, maar dat is al vele jaren niet meer zo. En nu wordt zijn zus het werk onmogelijk gemaakt, terwijl zij daar dag en nacht staat te buffelen. Omdat hij een dagvaarding heeft gekregen en een strafzaak tegen zich. Dat er geld in zit van mijn broertje en dat geld moet eruit. Want zonder dat geld had ik nooit de zaak kunnen kopen, zegt de gemeente. Het enige wat het dus is, is een lening die in feite dus 9 jaar oud is en nu nog 42.000 euro bedraagt. En dat is de zakelijke band met de onderwereld die haar verweten wordt. In die tijd dat hij die lening heeft verstrekt, toen moest hij zelf ook een lening afsluiten. Dus dan was hij toch niet zo'n grote crimineel volgens mij. Als je nou crimineel bent en je wil je zuster zo graag helpen en je moet zelf het geld lenen ergens anders. We hebben dezelfde moeder. Ik heb een Amerikaanse vader, mijn broer heeft een Surinaamse vader. Hij was vroeger altijd ziek. Hij had astma en hij had eczeem. Dus hij lag vroeger altijd in het ziekenhuis. En ik ben 6 jaar ouder dan hem. En dan lag hij in het ziekenhuis en dan was het net toen de tijd had je de onzichtbare man. En dan was hij helemaal ingewikkeld in verband. En dan gingen we altijd bij me op bezoek in het ziekenhuis, in het kinderziekenhuis. Nou, hij is verdachte in het grote liquidatieproces. Dat is een proces dat zich richt op een aantal onderwereldmoorden hier in Amsterdam. En hij was tevens easy veroordeeld in een grote drugszaak en heeft hij 8 jaar cel gekregen. Weet je, wat is het nu voor gelul, dat, eerlijk om dat te zeggen bij die Cotton Club. Om welk bedrag gaat het nou? Om 42.000 euro? Ik kan niet maanden mijn huur doorbetalen en gaan procederen. Dan is het gewoon, dan zou ik moeten verkopen. Ja, ik weet het niet wat ik dan zou moeten gaan doen. Het is helemaal niet noodzakelijk, want er wordt niet gevochten, er wordt niet gedeeld. Dit is gewoon een goede tent. Ga dat nou maar sluiten, weet je. Weet je wat er dan komt? Er komt er zo'n Chinees massageding, wat overal tegenwoordig opduikt met een happy ending. Kijk, dat het op dit moment komt, lijkt mij geen toeval. Het is een manier om druk uit te oefenen op een verdachte. En wat werkt er dan beter? Dat is druk op de familie. En dat is waar hij het meest pijn doet. Ik denk dat Dino Sorel hier helemaal niet gevoelig voor is. Het is een man die ook in verhoren niks zegt. En wat dat betreft verwacht ik niet dat dit enig effect zal hebben.